Wij zijn, zoals je hier achter mij kan zien, bij Zena Ole. We gaan even wat leuke dingen inkopen, jongens. Ik heb er ieder jaar weer zin in om hier wat te gaan kopen. Het is natuurlijk, Zena Ole is een van de grootste winkels van Zena in België. En daarom hebben ze ook altijd alles op voorraad. Dus we gaan zo even naar binnen. En wat gaan we denk je halen? Met je acties afgaan. Ja, precies. Mooie acties. Kijken of je bijvoorbeeld leuke compounds kan scoren. Want volgens mij zijn er ook al een paar Funke producten. Er zit ook nog een mooie weekend aanbieding, geloof ik. Dus ja, daar gaan we ook even naar kijken. Het is nu weekend namelijk. En zoals ieder jaar gaan we straks hier ook weer even alles uitstallen. Mooi muurtje. Wat we gaan halen. Yes. 65 dan voor 6. Oké. Okay. Ja? Zeker. Dat is een goede merk. Ja, uit de Funke fabriek, hè? Hm? Uit de Funke fabriek. Oh, wacht, een aantal. 6 stuks? 6 toch? Ja. 6. Nou, die hele collectie. Even kijken. Hey Funke, Camuro, ook wel lachen. Wat nemen of niet? Deze gaan we sowieso halen, man. Ja, dat is nou een actie. Ja, zullen we hier een karton van halen? 2. Nee, karton, man. Oh ja, deze hadden we vorig jaar. Panten. Ja, dat was het. Ja, volgens mij wel. Ja, man. Dat is echt okay. Ging heel hoog. Maar ik zit ook. Oh ja, dus hier zouden we de 2. Hier gaan we de 2 van halen. Ja. Beter, want dan kunnen we daar een karton van nemen. Eerlijk? Kunnen we daar een karton van nemen? Of zou je eerder gaan voor de. Maar deze is wel lauw, man. Voor de Maltese. Nee. Zeg het maar, man. Welke zou jij doen? Die? 6 trucks? Of die? Zijn er ook 6? Ja, dit is een compound, volgens mij. Ja, ik denk dat we gewoon voor die gaan, man. Maar daarboven heb je ook nog de Funke Fireball. Ik zeg eerlijk, die wou ik ook eigenlijk. Maar daar komen we echt op gekke bedragen. Ja. 240 euro. Als jij je tweede rib eruit wil halen, dan zou ik het zeker nemen. Oké. Okay. Ja. Nou, die, schrijf die maar op het leesje erbij. Die is dan, die is kleiner. Maar ik zou dan... Oh, met veel goud. Ja, daarom is die zo duur. Ja. Maar komt er dan echt goud uit de lucht of zo? Shoppen maar, man. Zit hier nog wat bij? Wat je wil nemen? Hey, die hebben we ook gehad, hè? Kleine die Alpen. Welke? Die. We hadden vorig jaar. De oranje. Ja, hadden we eentje van gekregen. Oké, okay, maar we kunnen ook die Zena Brokaat mix nemen, want die is in de aanbieding. Linksboven hebben we ook gehad vorig jaar. Cakebox. De Zena Cakebox, die hadden we ook vorig jaar, ja. De Zena Trio. Dit en Willow. Eén van die twee hadden we ook gehad. Dat is het jaar ervoor volgens mij, man. Die is het jaar ervoor volgens mij, die Trillum. Ja? Ja. Maar weet je wat we eventueel kunnen doen? Die brokaat mix nemen. Van 135 voor... 75. Zullen we die nemen? Schrijf maar erop, man. Daar staan ze allemaal hoor, de cakes. Moet je kijken. Laat wachten tot het busje. En dan komt het zo meteen hier aan. Dat is een kartonnetje. Kijk, die gaan we gebruiken. Leuk voor een video aan te doen. Handschoentjes. Dankjewel. Dank je. Oh ja, dat is die. Ja, die zit erin. Rock pommetje. Ja.
Ja, we kunnen wel goed stoken. Die kern moet je hier laten, want anders is hij een beetje zwaar hoor. Ja, ik ben wel sterk, maar niet zo sterk. Mooi label, man. Dit, echt. Ja. Vorig jaar hadden we die andere, die lichte. Ja, die hadden we, die oranje, hè? Ja. Nou, dat is 1,8 dan. Ongeveer. Ja, nog ineens. Ongeveer, ja. Dus dankjewel. Ja, thanks. Ja, een hele kar vol, jongen. Gaan we even linken. Gelijk even afsteken zo. Hier. Dan gaan jullie joints op. Tuurlijk. Je hebt hier net zo'n stukje naar beneden. Ja. Okay. Ja. Zoals ik al zei, jongens, het was best wel druk in die winkel. Hey, maar is toch wel weer, als je zo kijkt... Een paar kartonnetjes. Ja, kijk, ik zeg je ook eerlijk, jongens. Jullie zullen binnenkort de collectievideo hier helemaal van zien. En dan gaan we ook waarschijnlijk wat afsteken, maar natuurlijk niet deze cakes. Maar ja, we gaan het wel even neerzetten. Alleen, weet je wat wel zo is? Wij zijn wel dit jaar wat meer gegaan voor, ja, opnieuw voor wat mooiere cakes in plaats van wat kleinere cakes. Alhoewel we wel een aantal kartonnetjes hebben. Waaronder, ja, van de Hydra. Is niks mis mee, hoor. Deze, de Tiger. Ja, dit bleek een... Deze hadden ze vroeger ook staan. Alleen dan een ander. Ja. Ik weet niet of het misschien... Oh, wacht. Dat kan wel, man. Even alles uitstallen. Voor de video zo. Hier hebben we een kartonnetje, de Hydra. Zitten er 6 in? 19 shotcakes. Kijk eens even, is volgens mij wel zware dingen dit. Oh, ja, dat pleurt gelijk heel de pijlen. Jammer dan. Nou ja. Oké. Okay. Laat maar gaan. Kijk maar. Waarschuwing. Ik denk een halve kilo, 450 gram. Ja, hier zo staan. Ik ben benieuwd eigenlijk bij deze. Oh, 430. Ja. Ja, gewoon zijn netjes. Flinke jongens, hoor. Maar in ieder geval, hier zitten er 6 van in een karton. En we hebben gewoon gekozen voor een heel karton. Wel opvallend label dit. Zeker, maar kijk, waarom we deze ook hebben genomen is omdat ze ook op dit moment in de aanbieding waren. Voor hoeveel ook weer? 16... 105 euro voor 6 stuks. Dus 17,50 per cake. Klopt. Ja, dat is een mooie prijs voor 19 shots. Precies. Nou, dit pijlenpakket viel al daarnet. Dus... Bevalt hem al niet. Laat ik hem nu even zien. Van Luipaars. Mooie actie. Jackal, Buzzard. Zeven... Grote effecten komen daaruit. Ja, 7 pijlen. En ja, eigenlijk wilde ik geen pijlen halen, maar de cameraman die vond het mooi. Nee, Jordi. Ik vind het helemaal mooi. Hebben we daar ook nog pijlen? Oh, ja. Hier nog een pijlenpakket. Scream Rockets. Van Klaas Hek. Ik ben heel benieuwd. Die verkopen ze overigens niet bij Zena, maar die hadden we volgens mij niet, hè? Hm? Nee, die verkopen ze niet bij Zena. Deze. Nee, deze, ja, deze hadden we nog liggen in de auto. Die hadden nog liggen in de auto van de Pyro Shop inderdaad, dus daarom hadden we hem bij deze collectie gedaan. Ja, ik vind screenpijlen altijd wel lachen, man. Deze zijn, tenminste, we hebben ze nog niet gehad, ze zijn nog vrij nieuw volgens mij. Nee, titanium saluut. Geel en knal dus. Ja. Altijd lachen. Heel benieuwd. Verder, Leupaars. Ik zie die naam niet, maar het was de Bali Tiger. Ja, Bali Tiger. We zitten weer in de auto, jongens. We hebben, zoals jullie kunnen zien, leuke dingen geshopt. Wat voor cijfer geef jij deze collectie? Ik wil wel een dikke 9, denk ik. Ja, man, ik vond het wel... Het is niet mega veel, maar het is wel echt kwaliteit wat we hebben genomen. Ja. Ze hadden ook voor 500 euro een klein spul kunnen halen. Maar, precies, kleine knallers en zo, maar dat doen we dus niet. En bovendien hebben we ook een aantal leuke aanbiedingen gescoord. Klopt. Wat dus zeker mee ja... Bijna gewoon... alles als korting, geloof ik. Ja, man, dus dat is gewoon slim. Waardoor je, en die kortingen bij Zena zijn soms zo heel erg hoog. Ja, want ik denk dat we wel zeker 200 euro korting hebben. Ja, daarom. En anders hadden we vorig jaar de volle pond betaald. Klopt. Maar nu hebben we met korting, dus dat is altijd mooi meegenomen. En zoals jullie weten, en wat ik net ook heb gezegd, oud en nieuw compilatie, die gaat echt heel ziek worden, man. En voor je het weet is het alweer zover.
Iets veel langer. De tijd vliegt als een gek. De tijd vliegt als een vuurpijl. En dan gaan we weer Nederland shoppen. Ja man, wordt dit jaar echt ziek. En voor het weet staat de collectie. En oud en nieuw. En dan is het weer voorbij. Ja, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. Laat even achter in de reacties wat jullie ervan vinden. Of jullie al plannen hebben waar jullie je vuurwerk gaan kopen met oud en nieuw. Geef even een like. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Later.